Vandaag een antwoord op de vraag van Saskia. Saskia kampt al jaren met angst- en paniekaanvallen. Ze voelt zich eigenlijk altijd gespannen en is bij het minste geringste in paniek. Hier is eigenlijk niet echt een aanleiding toe in de laatste jaren, in haar omstandigheden. Ze heeft al therapie na therapie gevolgd en ze slikt ook antidepressiva. Antidepressiva, welke voor een betere prikkelverwerking van serotonine, een kalmerende stof, zou moeten zorgen. Maar dit heeft tot nu toe nog helemaal niet mogen baten. Nu heeft Saskia gelezen over een thee in poedervorm genaamd matcha. Deze matcha thee zal kalmerende, rustgevende eigenschappen hebben. Ze vindt deze thee behoorlijk prijzig, maar omdat ze zo graag wat meer rust wil ervaren, twijfelt ze er nu wel over om deze thee te kopen. En de vraag van Saskia van vandaag is, hoe werkt zoiets? Waardoor brengt deze thee kalmering en rust teweeg? En zal deze thee bij mij kunnen werken, kunnen aanslaan? Want dan heb ik het geld er echt wel voor over, zegt Saskia. Nou Saskia, ik zal je uitleggen hoe stofjes aanwezig in middelen, zoals matcha thee. Dat soort middelen vind je enorm veel als je op internet kijkt. Stofjes met kalmerende eigenschappen, hoe die functioneren. En wanneer die werken. Want het innemen van een dergelijk stofje garandeert nog niet de werking. Dus dat ga ik eerst uitleggen. Matcha thee bezit het aminozuur L-theanine. Dit aminozuur kan dienst doen als signaalstof. Dat wil zeggen dat dit aminozuur contact kan maken met receptoren. In dit geval receptoren op jouw hersencellen. Meerdere hersencellen zelfs. Want dit aminozuur is in staat om de afgifte van neurotransmitters met kalmerende eigenschappen, en voorbeelden daarvan zijn serotonine en GABA, om de afgifte daarvan door jouw hersencellen, en wanneer dat eenmaal af is gegeven en een goede prikkelverwerking daarvan plaatsvindt, zul jij je dus kalmer kunnen voelen, om dat te stimuleren. Echter, wanneer jij, Saskia, jij die zich regelmatig gespannen voelt, regelmatig angstig is en regelmatig paniek ervaart, jij die dus heel erg goed de prikkelverwerking van kalmerende stofjes in jouw hersenen kan gebruiken, wanneer jij die thee, die dure thee, zou kopen en die zou gaan drinken met dit stofje L-theanine met deze eigenschappen erin, garandeert dat dan ook kalmering en rust in jouw lijf, in jouw koppie. Zodat je eindelijk wat minder angstig zal voelen en wellicht die paniekaanvallen niet meer zal hebben die je regelmatig hebt gehad en helaas recentelijk ook nog wel hebt gehad. Nee, want om dat effect te kunnen ervaren is niet enkel het drinken van die thee en het binnenkrijgen van dit stofje noodzakelijk. Het binnenkrijgen van dit stofje garandeert het kopen en het drinken van die thee, inderdaad wel. Alleen, wanneer dat stofje in je lijf aanwezig is, wat moet er dan nog gebeuren? Dit stofje moet in jouw hersenen aanbelanden, dit stofje moet contact maken met jouw hersencellen. En jouw hersencellen moeten in staat zijn om het op het signaal, op de boodschap, op het proces wat dit stofje moet stimuleren, om daarop te kunnen reageren. Is dit vanzelfsprekend? Nee. Om prikkelverwerking van signaalstoffen, het signaal van dit stofje bijvoorbeeld L-theanine, om dat mogelijk te kunnen maken, moet er een goede voedingstoestand heersen in jouw lijf. Moet er voldoende vocht en moet er ook voldoende essentiële voedingsstoffen aanwezig zijn in jouw lijf. Bezit jouw lijf onvoldoende vocht, bezit jouw lijf onvoldoende essentiële voedingsstoffen, dan bezitten jouw hersencellen onvoldoende stoffen om signalen van signaalstoffen, zoals dit stofje L-theanine, om dat mogelijk te maken. Want daar zijn allemaal stoffen voor nodig. Dat is niet enkel dat het drinken van die thee en de aanwezigheid van dat stofje voor nodig om rust te kunnen ervaren. Nee, eerst moet prikkelverwerking plaats kunnen vinden. Aangezien jouw omstandigheden helemaal niet
alarmerend zijn de laatste tijd en jij toch paniekerig en angstig voelt, de laatste jaren al, vermoed ik, weet ik natuurlijk ook niet zeker, dat er een vocht- en voedingsstoffentekort regelmatig heerst in jouw lijf. Want zou dat niet het geval zijn, zal jij je wel wat kalmer voelen en zou je waarschijnlijk die angst- en paniekaanvallen niet zozeer hebben. Nou, zo'n vocht- en voedingsstoffentekort, dat kan op velerlei manieren ontstaan door letterlijk dat tekort in je voeding aanwezig te hebben. Maar dat kan bijvoorbeeld ook heersen wanneer dat snel uitgeput wordt in je lijf, dat vocht en die voedingsstoffen door stressfactoren. Nou, die zeg je niet de laatste tijd niet echt heel erg te hebben. Maar kan bijvoorbeeld ook door een verslechterde opname in je darmen. Ja, dan kun je heel leuk al die stoffen binnenkrijgen, maar dan komt het niet aan in je lijf. En dan heerst er dus een slecht de voedingstoestand in je lijf en kunnen signalen van signaalstoffen zoals dat stofje L-theanine niet goed verwerkt worden. Met als gevolg, ja, dan zul je die kalmerende werking niet ervaren, want dan kan alsnog die afgifte van serotonine en GABA bijvoorbeeld niet gestimuleerd worden. Wat wil dat zeggen, Saskia, als antwoord op je vraag? Zou dit kunnen werken bij mij? Ja, dit zou misschien kunnen werken bij jou wanneer alles klopt in jouw lijf. In die zin, wanneer jouw hersenen in staat zijn om de prikkelverwerking van dit soort signaalstoffen goed mogelijk te maken. Alleen als ze daartoe in staat zouden zijn geweest, dan had jij je toch helemaal niet zo angstig en paniekerig gevoeld de laatste tijd, de laatste jaren. En dan zou jouw antidepressiva toch ook wel aan hebben geslagen. Dus ja, ik kan het niet garanderen. Dus wil je eens met mij gaan kijken naar het eventuele vocht- en voedingsstoffentekort in jouw lijf? En als dat niet heerst in jouw voeding, moeten we eens gaan kijken of jij in het verleden of momenteel misschien darmklachten ervaart, want ook dat kan dus meespelen.